Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door MotoShare. Wil je eens een andere motor proberen? Huur hem dan makkelijk en voordelig via motoshare.nl. Het nummer 1 motorverhuurbedrijf van Europa. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon. Aflevering 23 van de Motorpodcast. Waarin we iedere twee weken praten met gepassioneerde motorrijders en motorliefhebbers. En ja, we hebben het ook over motormomentjes. Hè? Want Dennis, jij hebt een motormoment, hè? Ja, motormomentje van de week. Ik dacht dat ik netjes in de rij stond en het parkeerterrein met politie veilig was gepasseerd. Totdat er opeens een agent achter mij kwam staan. Althans, ik had niet door dat het een agent was. Dus ik begin tegen de maat van mij waarmee ik aan het rijden was. Opeens, je moet mee naar dat parkeerterrein. Dus ik dacht, ja, waarom moeten wij met een willekeurige motorrijder naar dat parkeerterrein waar we net langs zijn gereden, gelukkig. Want het was duidelijk dat het een geluidscontrole was. En toen bleek het een undercover agent te zijn. Op in ieder geval een undercover motor. Mooi ding trouwens. En ik had pas door toen die van de politie was dat al die lampjes gingen branden en volgen. En dus nou, kloten, toch even naar dat parkeerterrein. Maar zoals je weet klinkt mijn CBR helaas nog als een naaimachine. Dus die agent zei ook van, wees gerust, jouw motor hoeven we niet eens te horen. Dat zit wel snor. Dus nee, ik vatte dat niet echt op als een compliment. Maar we kwamen gelukkig weer goed weg. Dus alles netjes en geen probleem. Maar ik trof wel twee gasten die helaas wel een wok aan de broek hadden. Dus die baalden wel daar eens schoon over. Ja. Ja, en vandaag hebben we ook een gast die volgens mij helemaal gewokt wordt als die aangehouden wordt. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Ducati is toch wel een beetje een soort van de Ferrari onder de motoren. Een motor hoort geluid te maken. Omdat ik eigenlijk een hele sterke aantrekkingskracht heb tot een Ducati Street Fighter of de X-Javel. Ik kan iets nooit normaal houden. Ik wil hem altijd gewoon customizen, zodat mensen hem gelijk herkennen van, hey, dat is die van Jim. Want ik werd al benaderd door Upmap. Dat is eigenlijk een tuningsbedrijf wat gespecialiseerd voor Ducatis is. Een vriend van mij die is motoragent. En die vertelde dat ze eigenlijk wel achter je aanblijven om gewoon te kijken hoe jij op hun reageert. Maar ze hopen eigenlijk dat je of net even een foutje maakt doordat je zenuwachtig raakt. Of dat je hem toch net eventjes iets hard opentrekt. Dat ze je even aan de kant kunnen zetten. De Motorpodcast. Achter het vizier van... Motorvlogger Dutch Wesp, a.k.a. Jim uit Den Haag. Ducati-liefhebber en customizer. Jim, welkom in de Motorpodcast. Ja, dankjewel dat ik hier te gast mag zijn. Nou, je hebt het te danken aan Jasper. Ja, die is ook meegekomen, maar hij heeft jou getipt in de vorige aflevering van je moeders met Jimmy gaan praten. Ja. Zet Doezoe, dat is Jasper natuurlijk, die zit hier ook aan tafel. Ja, ik zit er gewoon weer bij. Ach, gezellig. Wat maakt het uit. Gezellig. Hoe meer passie, hoe beter. Ja, sowieso. Daar is de Motorpodcast voor. We praten inderdaad dus met gepassioneerde rijders. En Jim, jij bent eigenlijk normaal gesproken helemaal in het rood, hè? Tenminste, als het gaat om motoren. Motoren, ja. Klopt, ja. Ik reed op een Ducati Hypermotor 950. Maar verkocht en nou eigenlijk op zoek naar mijn next bike. Ja, nou hebben we jou uitgenodigd omdat je ook motorvlogger bent, onder andere. Ja. En groot Ducati-fan. Ducati-fan. En dat vinden we stiekem natuurlijk ook wel mooie motoren, hè? Een van je motto's is no bike, no life. Ja, nu is het no bike. En het is inderdaad no life, ja. Ja, ik dacht echt van, nou ja, als je jouw Instagram volgt en je YouTube-video's, die gaat nooit die Ducati wegdoen. Ja. Het eerste wat je zei toen je hier binnenkwam, ik heb de Ducati weggedaan. Ja, ja. Plotseling. Eigenlijk gewoon een beetje, ik zat op de bank en ik had steeds van, weet je wat, zal ik even kijken wat die nog oplevert en of ik daarmee eventueel mijn toekomstige motor kan gaan kopen mee. Ja. Dus nooit in ieder geval een klein gedeelte van het bedrag natuurlijk. En ik zette hem online en nog geen 4 uur later kreeg ik dat bod die gelijk bindend was. Oké. Okay. En de volgende dag... telefonisch gesprek gehad met hem. En ik hoopte eigenlijk dat hij zei van ik kom hem zaterdag pas halen. Maar die wilde hem gelijk meenemen, dezelfde dag nog. Heb je er niet gewoon veel te weinig gevraagd? Of was het gewoon echt een heel goed bod? Het was gewoon echt een goed bod, ja. Oké. Maar ook, je hebt nu de Ducati weggedaan. Ja. Even terug naar de Ducati-passie. Laten we daar eens mee beginnen. Waarom ben jij zo'n gepassioneerd Ducati-rijder? Nou, ik moet persoonlijk gewoon eerlijk toegeven. Ik vind de lijnen van Ducati gewoon heel erg mooi. Eigenlijk het merk zelf voelt een beetje exclusief aan. Yeah. Omdat mensen ook vaak zeggen van ja, Ducati is toch wel een beetje een soort van de Ferrari onder de motoren. Yeah. En eigenlijk een beetje alles wat uit Italië komt, vind ik wel prachtig. Maar we hebben het er best wel vaak over gehad. Over, wij hebben dat allebei niet, die Ducati. We vinden het wel mooi, maar ik zou niet zo snel een Ducati kopen. Gewoon ten eerste vanwege het geld, maar ook vanwege, ik vind het gewoon niet per se de mooiste. Wel,
Wat ik wel jammer vind van de mensen zelf. Ik krijg heel vaak de vraag van, ja, als je Ducati rijdt, moet je geld hebben. Nou, heb je dat? Of, nu wel. nu is mijn banksaldo iets lekkerder aangevuld. Maar mensen denken echt dat Ducati rijders gewoon echt extreem duur is. Net zoals dat ik dan krijg van, ja, wat kost die Ducati eigenlijk per jaar dan? Nou, het kost mij een onderhoudsbeurtje. Die kost €220. Dan zie ik ook heel vaak echt mensen ook denken van, €220 maar. Doe mij zo'n garage dan. Ja, de mensen die denken volgens mij gewoon vaak dat Ducati en onderhoud gewoon onbetaalbaar is. Oké, maar het zijn geen goedkope motoren. Het zijn zeker geen goedkope motoren. En wat dat betreft ben ik het ook wel eens dat ik denk dat Ducati eigenlijk gewoon een beetje overprijsd is. Vanwege de naam, zeg maar. Natuurlijk, je betaalt het merk een beetje. Je betaalt het merk wat eromheen draait. Het is ook de passie natuurlijk. Ja. Je gaat voor een merk, je vindt het mooi. En ja, dan is het hobby, dan mag het wel wat kosten. Ja, zeker. Ja. Maar ik vind wel dan, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld iets anders wat Italiaans is. Aprilia bijvoorbeeld. De knopjes voelen gewoon wat luxer aan, wat degelijker. De kwaliteit is gewoon echt gewoon beter. Dus dan hangt er ook gewoon een hogere prijskaartje aan. Maar dan kies je wel voor de supermoto-versie en niet voor een Panigale, sierlijke. Dan kies je specifiek ook nog hiervoor. Ja, Panigale vind ik echt een prachtige motor om te zien. Ik heb er ook een aantal keren al mee mogen rijden. Ja. Maar het is echt absoluut mijn motor niet. Nee? Je zit zo ver naar voren. Het is voor mij, qua zithouding is het gewoon niet ideaal. Acuut pijn in de polsen. Ja. Als je daar een stukje mee moet rijden. Ja, en ze worden ontiegelijk warm ook. En op een winterse dag is het misschien wel leuk, maar op een zomerse dag, de dag dat ik reed, was het 32 graden. Watergekoeld al gewoon. Maar toch wordt hij hartstikke warm. Ja, doordat die zijkappen van die Panigale gewoon zo gesloten zijn. Heel dicht, ja. Ja, krijg je echt alles gewoon bij je benen. Je wordt gewoon geroosterd. Ja. En dat is dan precies, we hebben het wel eens eerder over gehad, dat is precies wat ik er dan niet mooi aan vind. Ja. Wat vaak bij Suzuki's of Honda's juist open is, wat sierlijker is dan bij die Panigale, is gewoon echt een beetje een soort homp. BMW heeft dat ook heel mooi. Dat je zo de cilinderpoppen ziet. Ja. Als ik er een zou krijgen, zou ik hem wel aanpakken. Ja, krijgen ze zeker weten. Tuurlijk. Oké, maar dan is het dus de Hypermotard 950. Ja. Dat is hem dan geworden. Dat was hem toen. Dat was hem. Dat Ducati beschrijft dat als een minimalistische, agressieve, lichtgewicht funbike. Ja. Zo staat het op hun website. Nou, wij zijn naar heel leuk weekendje weg geweest. En waaronder ik dan steeds in mijn oortjes kreeg te horen van, waarvoor rij jij alleen maar in je twee en in z'n drie? Je ga een keer zelf rijden. Dus ik heb andere gasten allemaal laten rijden ook. Ja, dan ervaar je zelf dat Ducati rijden niet leuk is in de 4, 5 of 6. Nee, hij moet een hoop toeren maken. Ja, maar daar rijdt hij ook gewoon het fijnst in. En op zich, ik vond de zithouding gewoon lekker. De pit die hij had. Mm-hmm. Ja, heeft nog steeds natuurlijk. Pittig. 114 pk. Dat is leuk speelgoed. Ja. Maar ben je ook een funrijder dan? Want als ze dat zo omschrijven, ben je dan ook, ik zie je op Instagram niet door het zand ploegen ermee. Nee. Maar dat is wel zijn oorsprong. Ja. Ik heb wel zitten twijfelen om er een keer off-road mee te gaan. Ja. Maar toen kreeg ik al gelijk te horen dat ik niet de juiste banden ervoor had. Oké. Okay. Dat het niet verstandig is. En toen dacht ik ook bij mij van, ja, alles wat vies wordt, moet je ook weer vies maken. Weer schoonmaken. En daar zat ik wel eventjes tegenop te kijken, zeg maar. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast-app. TheMotorPodcast.nl. En abonneer je ook eventjes op de Motorpodcast. Dat kost je helemaal niets. En laat ook even een reactie achter. We zijn erg benieuwd naar hoe jij denkt over deze Motorpodcast. En geef ons ook even een paar sterren. Hè. Ik bedoel, liefst 5 sterren natuurlijk als beoordeling. In deze aflevering van de Motorpodcast Dutch Wasp, a.k.a. Jim, te gast. Hij is Ducati-rijder, toch eigenlijk wel in hart en nieren. Jim, als ik je Instagram erop nasla, dan zie ik dat je dat ding bijna schoon likt. Ja, ik zorgde wel altijd dat hij gewoon 9 van de 10 wel schoon de garagebox weer inging. En er sowieso altijd afgetankt. Het is gewoon één voordeel als je dan gaat rijden, dat je eigen nooit druk hoeft te maken of je nou een lege tank hebt staan. Oké, okay, ja, ik doe hem ook altijd wel vol, de motor als ik hem terugzet. Maar altijd schoonmaken, nou, hè. Maar het is bij jou ook echt een gebruiksvoorwerp, terwijl bij jou Bij mij is het echt gewoon een luxe object. Gewoon echt voor de weekenden. Geen woonwerk verkeerd ermee? Nee, het heeft voor mij genut. Ik woon letterlijk op 5 minuten loopafstand van mijn werk. Ja. Wij werken eigenlijk voornamelijk alleen maar in het centrum van Den Haag. Oh, Den Haag. En ik woon in het centrum van Den Haag. Oké. Okay. Dus ja, ik ben langer bezig om de motor te pakken.
En naar mijn werk te rijden als ik gewoon naar mijn werk loop. Ja, want even een rondje door Den Haag is toch ook wel leuk, af en toe. Oh, dat doe ik geregeld. Deed ik. Ja, want je, nu voortdurend in de verleden tijd natuurlijk. Ja, want ja. Vorige week verkocht. Ja. Ja, dat, ik ben toch nog steeds een beetje perplex ervan, hoor. Zeker als ik al die... ik heb een heel aantal clipjes van je gekeken. Denk van, ja, die man is inderdaad, die is zo gek van die motor. Die gaat die echt niet wegdoen. Zijn kindje. Ja, je kind. Ja. En nu ja, is die weg. Ja, ja. Het komt ook meer omdat ik eigenlijk een hele sterke aantrekkingskracht heb tot een Ducati Streetfighter of de X-Javel. Oké. Okay. En dat zijn twee verschillende motoren. De ene is gewoon echt een... ja, een straatracer. En de XJAV is meer een sportcruiser. En toen zat ik eigenlijk een beetje om me heen te kijken. Denk van ja, stel dat ik niet voor Ducati zou gaan. Stel. Het kan bijna niet, hè? Het kan bijna niet. En ik heb ook echt heel veel leuke reacties erop gehad. Van de mensen die dan hoorden dat ik niet voor Ducati waarschijnlijk zou gaan kiezen. En toen kwam ik eigenlijk alleen maar uit bij MV Agusta. Mm. En daar is dan een specifiek model, de Brutale of de Dragstar RR. Eén van die twee. Ik weet nog niet precies welke het van de twee zal gaan worden. Help mij voor zo'n Dragstar. Dat is toch ook een beetje een touring-achtig... Nee, dat is wel echt een... Naked. Een naked bike, ja. Oké. Okay. Dus ook een beetje racen. Want ben je nou uiteindelijk een toch een raceman? Want ja, Ducati, dat wordt natuurlijk automatisch gekoppeld aan racen. Nee. Ik hou wel gewoon echt van motorrijden. Doorrijden. Maar ik ben niet degene die continu maar aan het opentrekken, zeg maar. Ik ben wel eigenlijk een beetje een soort van... ik wil ook wel thuiskomen, zeg maar. Oké, okay, nou dat willen we allemaal. Ja. Maar als het even kan, mag het toch wel een beetje... Hè? Ja, als ik zie dat de groep hem opentrekt, dan ga ik er ook echt zeker achteraan. Je rijdt niet voorop. Nee. Maar met de Hyper 59 ook de 244 aangetikt. Dat is behoorlijk. Ja, en het zit gewoon niet lekker op op de hypermotor op de snelweg. Nee. Je krijgt zoveel tegenwind tegen je borst, omdat je best wel een rechte zithouding hebt. Ja. Waardoor dat gewoon plezierig... Ja, moet je echt aan alle kanten verschrikkelijk goed vasthouden en zwaaien weg. Dat die is, Agusta heeft wel iets weg van jouw Z1000, of zie ik dat dan verkeerd? Ja... Een naked bike komt wel een beetje in de buurt. Ja, maar ook wel... Maar wat wel een leuk detail om te vertellen is... Jim en ik zijn laatst bij een MV Agusta dealer geweest. Oh ja, er wordt nu even een fotootje deze kant op. Ja, dat ziet er ook feestelijk uit. En daarom werd wel verteld dat... Volgens mij was het ooit de eigenaar van Ducati... Die is MV Agusta begonnen of andersom. Dus uiteindelijk zit er in een MV Agusta wel iets van Ducati. Dus, dus als het ooit iets anders wordt buiten Ducati... Dan kan het eigenlijk niks anders zijn dan een MV Agusta, vind ik. Heb je die Agusta al gereden dan? Nee, nog niet. Want dat is dus de volgende stap. Kijk, aankopen is heel makkelijk. Althans makkelijk. Het is best wel simpel gedaan, zeg maar. Ja. Maar ik wil ook wel dat de belevenis ook klopt. Een motor kan er wel mooi uitzien. Maar als hij voor jouw gevoel niet lekker rijdt. Ja, dan ga ik hem niet kopen ook. Nee. Dus een goede tip voor je. Goede tip. Ja, want als je een motor een keer wilt proberen. Dan kun je naar onze nieuwe partner motoshare.nl gaan. Dat is de makkelijkste manier om eventjes een motor uit te proberen. En we hebben goed nieuws voor je. Want dankzij dat partnership mogen we aan het einde van deze podcast... ook een tegoedbon weggeven ter waarde van €150. En daarmee kun je gewoon, als jij bijvoorbeeld... Nou, jij bent uitgesloten van deelname nu. Maar als jij als luisteraar een motor wil proberen... dan krijg je van ons een tegoedbon aangeboden door een motoshare. Dus blijf vooral aandachtig naar deze aflevering luisteren. Het antwoord zit in deze aflevering. Maar je hebt dus nog niet gereden. Nee, ik heb wel al een bericht gekregen van de dealer... dat er één klaar zat om een testrit mee te mogen maken. Maar nu is het weersafhankelijk, want ik kan eigenlijk alleen maar in het weekend. Door de week red ik het niet vanwege mijn werk. Dus het is wachten totdat er een keer een mooie droge zaterdag is. De Motorpodcast. Themotorpodcast.nl. Nou ga je door het leven als Dutch Wasp. En waar komt dat vandaan? Die is ontstaan in ongeveer 2010. In die tijd was ik heel erg met Vespa's bezig. Ik kan iets nooit normaal houden. Ik wil hem altijd gewoon customizen, zodat mensen hem gelijk herkennen van... hé, dat is die van Jim. Dus in die tijd was ik heel veel met Vespa's bezig. En in het begin heette ik Jimson. Dat was eigenlijk wat makkelijker. En toen dacht bij mij van ja, eigenlijk wil ik een unieke naam hebben die niemand weet. Nou, Dutch is gewoon van Nederlands. En Vespa is Wesp. Dus vandaar Dutch Wesp. Oké. Okay. Mm. Want je hebt ook een aantal filmpjes van Vespa's op je
site, of tenminste op je YouTube-kanaal staan. Ja. Daar ben je niet altijd even positief over, over die dingen. Want, ja, de snorscooters op zich, het is wel leuk. Het is natuurlijk heel mooi om te hebben. Ja, maar zeker als je van je motor afstapt op een snorscooter, dan heb je echt het idee van, sta stil. Leg mijn motorblok er nog wel onder. Ja. Ja. En ja, het is van metaal, kijk, het is natuurlijk best wel mooi design. Maar je moet er geen schade aan hebben, want dan kun je gewoon echt naar een autohersteller in plaats van dat je voor honderden euro nieuwe kappen koopt. Ja, wat is eigenlijk de link tussen motorrijden en zo'n Vespaatje? Zo'n Vespaatje doet me altijd denken aan Gooise meisjes. Ja. Ja, we zitten hier natuurlijk in Hilversum. Ja, 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 ja. En hier zien we dus Gooise meisjes, van die hockeymeisjes. Of de Zuidas. Weet je, ja, die rijden op dat soort dingen. En dan denk je van, schiet nou toch eens op, weet je. Dan hangt er weer zo'n groepje voor en dan kan je er nauwelijks omheen. En dan een beetje bij elkaar te babbelen. Want je mag zonder helm op zo'n ding, hè. Ja. En dan denk je van, wat moet je met zo'n ding? Nou ja, in die tijd dat ik echt met de Vespa wereld bezig was, heb ik zelfs ritten gemaakt naar Amsterdam, voornamelijk veel. We zijn Volendam ben ik geweest. Dat was gewoon 3 uur heen. En dan moet je ook nog terug. Even visje halen. Op een Vespaatje. Ja, we hadden dan gewoon allemaal van die Vespa meetings. Na een tijdje had ik zoiets van, eigenlijk wil ik gewoon nu wat sneller. Want we reden allemaal soort van 30. Ja. Maar niemand reed 30. Iedereen had wel een blauw plaatje, maar iedereen reed gemiddeld gewoon 55, 60, 70. Ja. Voor mij reed het ook iets rond de 70, 80 zo'n beetje. Dan ga je toch wel denken van, ja, stel dat ik gepakt word, ben ik wel mijn kenteken kwijt. Toen besloten om mijn motorrijbewijs te gaan halen. Ik dacht nog van, ik denk, zal ik gewoon de automaat doen, want dan neem ik een motorscooter. Maar ik had zoiets van, ja, als je hem dan doet, doe het dan goed en ga gewoon voor de aan. Ja. Dat gedaan en toen kocht ik mijn eerste motorvespa. En dan wordt het wat leuker. Want die toen zijn was dat wat leuk. 400 cc of zo? 300 cc was het inderdaad. Was een appeltjesgroene, die heb ik heel snel gecustomized. Om hem weer helemaal eigen te maken. Een candy paint erop. Die was wel heel erg mooi. En toen op een gegeven moment, na een jaar, denk je bij je eigenlijk van, ja, is dit het? Ja, in het begin denk je van, je durft hem niet gelijk open te trekken. Omdat er best wel, van een snorscooter naar een motorscooter heb je wel zoiets van, zo, dat gaat snel. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment heb je je snelheid door. En dan denk je, is dit het? Ja. Nee, dan moet je Ducati. Ik voel het helemaal. Daarna werd de Ducati. Ja, en toen werd het mijn eerste Ducati Hypermotor 939. Oké. Okay. Ik heb een aantal clipjes van je gezien dat je ook onder andere de DB Killers eruit haalt. Ja. En, voor nog meer symfonisch genot. Kijk uit, hè, Schoonhoven. Ja. Ja. Als je bij de pont staat. Ja. Nee, maar ja, hoe sta jij daarin? Ik vind persoonlijk dat een motor wel geluid mag maken. Mm-hmm. En een motor hoort geluid te maken. En ja, hoe meer, hoe beter eigenlijk voor je eigen. Je hebt het idee dat je dan nog harder gaat als dat je eigenlijk werkelijk gaat. Yeah. Persoonlijk vind ik ook geluid zonder de DB-killer de motor mooier klinken. Want hij wordt gewoon heel veel gestopt door de DB-killer. Dus ja, het liefst zonder me. Tegenwoordig. En hoe denken je buren erover? Vraag het maar gewoon even, hè? Mijn buren. Ja, zegt hij wel eens van, Jim, moet dat nou? Moet dat ze nou? Zeggen me in ieder geval geen gedag. Ik weet niet of dat goed dat is. Zou, maar... dat zou een teken kunnen zijn, hoor. Heb je nog wel buren? Ja. Dat kan ook, hè, dat je gewoon de DB-killer struit en meteen ook geen buren meer. Dat is ook nee, ik heb wel gewoon, als wij een vriendschappelijke ritje maken, dan 9 van de 10 keer bleven ze er wel gewoon in. Maar gaan we gewoon echt naar een meeting toe, dan ging die er gewoon uit. Ja. Want als je gewoon met 200 motoren rijdt, dan is de kans gewoon heel klein dat ze jou daaruit pikken. Dan moet echt alles wel tegenstaan dat ze zeggen van, kom jij maar even hier. Is niet op de handhaven met zo'n grote rit. Nee. Maar ben je meer van de ride-outs of meer van het solo rijden? Ik vind met ons vaste groepje vrienden wat we hebben leuker als in de grote rit, omdat je met de grote rit toch niet hard kan rijden. Mm-hmm. Want je bent met de volledige groep, je trekt heel veel aandacht. Ja, dat moet je ook maar net willen. Ja. Kijk, je gaat mee omdat eigenlijk iedereen er naartoe gaat. Hij wil er gewoon bij zijn. Maar als ik dan moet kiezen, dan is het wel gewoon met vrienden. Heb je wel schrikke dingen meegemaakt tijdens zo'n rit? Wat is je mooiste moment dat je hebt meegemaakt? Mooiste moment tot nu toe vind ik onze groepsuitje naar België toe, de Ardennen, zeg maar. Ja, daar is dat ook. Leuk, even in de Ardennen. Dat was gewoon echt gaaf. Ja. Leuke groep vrienden mee. Hé, hey, maar nou wel andere uitlaten droppen, maar dan geen tuning. Ik bedoel, als je dan all the way gaat... Dat hoor ik je ook in een van je clipjes zeggen. Van ja, andere dempertjes erop. Maar ja, no tuning. Nee. Ja, kom op zeg. Dan moet hij ook echt... Hè? Ja, dat was wel eigenlijk de volgende stap. Want ik werd al benaderd door Upmap.
is dat. Dat is eigenlijk een tuningsbedrijf wat gespecialiseerd voor Ducatis is. En daar zou ik eigenlijk een samenwerkingsverband mee gaan doen, maar is eerder gestopt dan ik dacht. Dat wordt dus de volgende, want ja, je bent nu aan het kijken voor een andere motor. Ja. En moet dat dan wel helemaal all the way? Dus tuning, andere uitlaatjes, Uitlaat is eigenlijk wel 9 van de 10 keer een must bij mij. Maar tuning, ja, ik trek het er toch niet uit de motor. Dus ik heb zoiets van, ja, als hij er niet beroerder door gaat lopen, dan laat ik hem ook gaan zijn. 9 van de 10 keer koop ik ze nieuw. En dan wil ik eigenlijk ook wel mijn garantie gewoon behouden. Ja, en heel veel dealers kunnen daar moeilijk mee doen. Ja, dat is inderdaad zo. Als je echt gaat rommelen in die ECU. Als je die echt binnenste buiten keert, dan willen ze wel eens zeggen van, dit mag niet. Hey, je weet wat ze zeggen, een stuk gratis. Dus ja, dan kan je maar beter gewoon niks aan doen. Niks aan doen. Terwijl je aan die vorige Ducati heb je echt veel laten doen. Want je hebt die was laatst bij in Zaltbommel omdat, Clearclutch? Ja, Clearclutch te laten plaatsen. En je hebt hem laten rappen volgens mij, want hij was eerst paars. Nee, dat is nog mijn oude motor. Oh, dat is jouw geweest. De 939. Ik wilde gewoon iets geks doen. Want op een gegeven moment ga je denken van, hoe kan je meer bereik krijgen met je motor? Toen ben ik een beetje gaan googlen naar kleuren. Naar geel is heel veel gebruikt. Nordic Grey is heel veel gebruikt. En toen typte ik eigenlijk Purple Motored in. Of Purple Hypermotor. Ja. En er kwam er gewoon geen één in voor. Dus ik had zoiets van kassa. Dat moet de kleur worden. Gedaan. En de eerste foto die ik toen online gooide, die haalde gewoon... Ik had nog nooit zoveel likes gehaald. Die haalde gewoon de 6100 likes. Is dat dan heel belangrijk voor je? Dat je echt iets hebt wat gewoon niemand anders heeft? Ja. Of tenminste dat... Ik ga wel vaak voor iets dat ik gelijk herkenbaar ben. En dat maakt het ook een beetje exclusief. Mensen dan toch denken van, hey, dat is die van Jim. En eigenlijk, als iemand hem jat, hebben ze er eigenlijk niks aan. Want stel, ze zouden mijn motor, die nu dan gespoten is, mijn 950, ontframen van mij. Ja. Je kan de kappen niet aanbieden op eBay, of want heel Instagram kent het. Ja, dat is via weet je gewoon, hey, dat is... Dat is wel een goeie, ja. Maar zeker met die clutch ook erbij. Weet je, onderdelen, een motor kan je altijd verkopen. Maar de kappen, die zijn dan onbruikbaar. Dus dan heb je eigenlijk een goede motor staan, waar je eigenlijk toch wel vrijwel niks aan hebt. Dat heb jij straks ook als je de Harley laat painten. Ja, ik heb ook een... hij moet nog eventjes voor een paint job hier met iets heel exclusiefs erop uiteindelijk. En inderdaad, daar heb je. Dan zeg je wel wat als je dat ding helemaal zo laat spuiten. Alleen als je hem ooit weer wil verkopen, dan heb je ook weer een probleempje natuurlijk. Ja. Als die helemaal... Als die helemaal customized is, als die echt... Er willen steeds meer mensen iets unieks ook, merk ik wel. En ik denk juist dat het wel aantrekt als je iets anders hebt. Ja. Dus ja, wordt steeds populairder om motor te rijden. En uiteindelijk heb jij die Yamaha M209 in blauw, maar nog, nog 100 andere hebben die. Ja. Heb je hem inderdaad in het paars, dan heb je iets anders. Is er iets wat je aan die Ducati nog had willen doen, waarvan je denkt van dat had hem nog mooier gemaakt? Of beter? Persoonlijk waar ik wel aan twijfelde was om de velgen te laten poedercoaten. Ja, ook weer optisch. Ja, optisch gewoon, ja. Dus niet iets waarvan je dacht van dat Ducati dit zo heeft gemaakt, dat in de fabriek, daar heb ik altijd over verbaasd. Ja, ik heb bepaalde dingen, daar denk ik altijd van, letten ze niet met designs op. Dan maken ze bijvoorbeeld een fantastische mooie rode motor. Ja. En dan een knalgele veer erop. De achterveer. Ja. Denk ik, doe die dan zwart of rood? Ja. En waarom geel? Maar ook gewoon echt bij kleuren dat je denkt van ja. Die laat ook meteen veel mensen vervangen. Ja. Dus ja, of het is een marketing truc van hun. Om nog een extra Audens dingetje te verkopen aan je. Heb jij inmiddels iets gevonden aan je Harley waarvan je denkt van nu na een paar weken rijden, dit zou ik anders gedaan hebben? Ik zou er een betere vering toch. Ja? Ja. Toch, die valt tegen? Ja, ik vind de vering erg stug. Achter. Vooral. Dus dan denk ik van want dat is ook altijd de vraag die we aan al onze gasten stellen. Stel dat Ducati jou opbelt en zegt van Jim, luister. Jij bent zo'n grote Ducati-rijder. Wat kunnen wij nou nog verbeteren aan die motor, waardoor die echt gewoon helemaal perfect is? Ik weet wel één ding te noemen eigenlijk. En dat is wat heel veel mensen niet weten. Dat er eigenlijk gewoon geen tankmeter in zit. Ja, dat is... Geen tankmeter? Ja. Dat had ik als nummer één irritatie op een Ducati, van mijn hyper dan. Dan denk ik bij mij, je verkoopt een motor die 15.000 euro kost hier in Nederland. Ja. En, zit geen... en dan heb je geen benzinemeter. Ja, je hebt een lampje, dan weet je van, ik kan nu nog 30 of 40 kilometer. Ja. Maar de route daar naartoe, denk je wel eens bij echt van, we gaan nu richting
laat ik even zeggen, Amsterdam, red ik het wel? Want iedereen weet, op de langste snelweg betaal je gewoon meer als in de normale... Pomp, ja, de witte pomp. En nu snap ik dat vol aftanken ook als je hem wegzet. Ja, maar dat is eigenlijk gewoon meer een soort van luiigheid misschien. Oh ja. Dat je dan toch denkt van, als ik dan morgen wil gaan rijden, dan moet ik eerst gaan tanken. En nu kan je dan gelijk opstappen en je bent weg. Maar dat is wel belachelijk. Nou, het voor 15k zo'n ding kopen en er zit er niet zo'n metertje in. Kom op. Ja, dus dat moet even doorgegeven voor naar Italië. Easy. Luister, een meter erop. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast app. Demotorpodcast.nl. En een abonnement op de Motorpodcast kost je helemaal niets. Bovendien maak je ook nog eens een keer kans op mooie prijzen. Zoals bijvoorbeeld €150 motorhuurtegoed van Motorshare.nl. Blijf luisteren naar deze aflevering van de Motorpodcast. Want dan hoor je hoe jij in aanmerking kunt komen voor die €150 huurtegoed. Kan je nog eens even een keer een andere motor uitproberen. Op onze kosten, min of meer, via Motoshare. Dus blijf gewoon eventjes luisteren naar de Motorpodcast. We hebben trouwens nog jouw prijsvraag, Jasper. Er hebben heel veel mensen gereageerd. En Jim, ik denk aan jou, hier liggen allemaal loodjes op tafel. Twee notarissen, dus het gaat ook allemaal eerlijk. Zit het er allemaal één keer in? Alle deelnemers die kans maken op een tegoedbon van een t-shirt van Motorholic. Heb je zelf ook meegedaan? Dat is de vraag straks. Jij zit er niet tussen. Wij hebben eerlijk niet meegedaan. En jij ook niet, volgens mij. Nee, ook bewust, omdat ik... Je hebt er al één, zie ik. Dus, ja, ik heb er sowieso al... Aan jou de eer. We gaan kijken wie heeft de Motorholic de goedbon gewonnen. Borg Hanserij. Geen idee of ik het goed uitspreek, maar... Borg Hanserij. Als je dit hoort, hebben we inmiddels contact met jou gehad. Dus bedankt voor de deelname en een Motorholic de goedbon komt jouw kant op. Maar ik zie jullie lachen. Ken je hem of niet? Ja, zeker. Gefeliciteerd. Oh, gefeliciteerd. Ja. Dat is eigenlijk al een... Een hele trouwe support eigenlijk van Motorholic. Ja. Nou, die krijgt het wel. Dat is mooi. Ja. Top. En er valt meer te winnen. Gegund. Moeten we nog even over beginnen over onze andere bon die wij uit gaan delen? Over Motoshare, als je wilt weten hoe dat werkt, het uitlenen. Want je kunt ook geld verdienen met het uitlenen van jouw motor aan iemand anders. Maar je kunt ook gewoon heel makkelijk een motor bij iemand lenen voor een dag of een week of een weekend. En check even de vorige aflevering, want Peter is dat gaan doen. Dus dan hoor je precies hoe dat allemaal in elkaar steekt. Ja, ik ben op pad geweest. Je bent op pad geweest. Wel leuk om een keer wat anders te proberen. Ja, dat is absoluut een. Dat is echt gewoon leuk om te doen. Ja, maar ik zou dan wel een keer. Ik weet niet of iemand zijn Ducati uitleent, maar ik zou dat wel een keer willen proberen. Die staan er wel bij, ja. Ja. Oh, je hebt al. Ik heb al eens een keer gekeken om. Dan denk je bij echt van ja, wat wil je eigenlijk eens een keer gaan rijden? Want je bent wel geïnteresseerd natuurlijk. Ja. Ik heb op die van Jasper ook al een paar keer mogen rijden. Mm-hmm. Ik heb daar inmiddels zelfs een sleutels van. Weet hij dat? Ja. Oké. Okay. Maar hoe rijdt hij? Ja. Heerlijk. Ja, maar toch wordt het hem niet, de volgende. Nee, ik blijf toch echt... Terwijl ik eigenlijk voor het eerst... De eerste motor die ik ging kijken was een Z1000. Ja. Alleen de verkoper in de winkel zelf... Die behandelde me een beetje... Dat je eigenlijk dacht van, wat kom je hier doen, weet je? Oh, telt dat voor jou mee? Ja, zeker. Als een verkoper een beetje bokkig is, dat je denkt van ja, dat hoeft de motor niet. Ik vind gewoon iedereen is gelijk, of je nou met een motor uit de winkel loopt van €2000 of €20000. Een klant is een klant en... Zit wel verschil in hoor. Als je, ja, wel, maar in behandeling. In behandeling, absoluut. Ja, wat eigenlijk gek is, maar... Nee, maar en ik heb het persoonlijk ook meegemaakt, daarvoor ben ik toen ook van dealer veranderd. Oké. Nou, ik heb het meerdere malen meegemaakt bij dealers, dat als je inderdaad, als ze ruiken... Dat je serieuze centjes uit wil gaan geven, dan is het echt. Dan gaat de rode loper uit. Ja. En als ze ook maar even het idee hebben van nou, die komt alleen voor een klein dingetje, dan is het echt. Valt het vies tegen hoor. Ja. Wat eigenlijk gek is. Ja, zeker. Maar goed, als jij thuis zit te luisteren, of waar je ook zit te luisteren, en denkt van ik wil een keer een motor gaan lenen, blijf dan hangen tot het einde van de aflevering. Zijn de posten trouwens helemaal vergeten, Peter? De Motorpodcast. Demotorpodcast.nl. Heel veel leuke reacties gekregen. Custom Coatings Helvoort. Hey heren, is het niet een keer tijd dat wij iemand gaan interviewen over de snelst groeiende sport op twee wielen, flat track? Helemaal goed. Interessant, moeten we een keer doen. Heijmans, ik had het van de week over slecht weer. Nou, hij schrijft of zij. Er bestaat bijna geen slecht motorweer, alleen slechte kleding en voorbereiding. Wat draag jij op de motor? Motorholic natuurlijk, maar. Ja, sowieso, Motorholic. Ik zie er altijd wel casual uit, maar ik heb daaronder altijd een Pando motorlegging aan.
Hoe beschermend is dat? Want we hadden het daar met jou ook over, Jasper. Maar is dat echt, echt veilig? Het is een andere techniek dan Kevlar. Het is Dyneema heet dat. Dus iets flexibeler dan, dan Kevlar. En leer is altijd het beste. Ja. Dat remt ook af. Maar het is gewoon overeen met, komt gewoon overeen met Kevlar. Je bent dus een meer casual rijder. Ja, een jas heb ik wel meestal gewoon een Ducati jas of een motorjas die wel gewoon beschermend is. Mm-hmm. Maar met mijn broek hebben we altijd gewoon, ik zie dat liefst gewoon casual uit. Ook op de hyper vond ik het gewoon zelf persoonlijk mooier staan. Gaat alle Ducati kleding dan weg zometeen als er een ander merk komt? Dat wordt wel een probleempje, want ik kocht ik een weekje of 3-4 geleden nog nieuwe schoenen, nieuwe handschoenen, nieuwe jas. Dus ja. Ja, maar alles weer weg. Kijk, in de ideale situatie komt er gewoon een tweede bij. Maar... Ja. Ja, want de vraag, wat ga je doen met 100.000 euro? Ben ik dan ook wel benieuwd naar wat er... Komt er zo nog aan, hè, die komt vraag. Ja, ja, ja. En een Moto Bushi die zei van, jongens, mooie aflevering. Ik zit elke keer wel te denken, hoe vet zou het zijn als jullie een soort van 0.0 biergarten zouden organiseren met wat gasten en dergelijke. Wou ik even delen, tot over 2 weken. Wij gaan een beetje naar ons jubileum toe van een jaar de motorpodcast. We moeten wel even bedenken hoe we dat gaan vieren, Peter. Moet dat dan met 0.0 bier gedaan worden? Ja, ik snap niet waarom dat 0.0, maar dat schrijft Moto Bushi. Dus, dan kan er meer gedronken worden, dan kan er meer op de motor worden. Terug. Dan kun je naar de motor. Want straks in juni bestaan we een jaar, dus we moeten wel even bedenken hoe we dat gaan vieren. Vind ik wel een mijlpaal. Ik hoop dat we dan iets buiten kunnen doen. We hebben natuurlijk een mobiele studio. Misschien dat we het bij een bedrijf kunnen doen. Kijk ook even naar onze gasten. Had jij niet, Jasper, iets met motorkledingcenter toevallig? De kledingstore valt zeker wat te regelen, denk ik. Ja, dan kunnen we misschien daar naartoe. Als corona dan... de deur uit is. Ja. En iemand tipt ons over een leuk motoradres in de Vogezen. Motorhotel La Mouche. Dus mochten we op vakantie mogen en kunnen het buitenland in. Als je de Vogezen gaat bezoeken, dan lekkere kamers, lekkere bar. Hap van de dag, barbecue, goede overdekte stalling. Leuke gasten, allemaal echte motorrijders van de lange baan. Maar jij tipte de Ardennen. Ja. Wat is jouw favoriete motorrijplek in Nederland? Ik zie je vaak rijden in logischerwijs Den Haag en Rotterdam. Ja, wij rijden eigenlijk gewoon waar we op dat moment zin in hebben. Weet je, is het mooi weer, dan pak we meestal Hoek van Holland. Omdat we dan weten van, daar hebben we een tentje waar we ijs halen of een friet. Ja. Ik heb niet echt een vaste plekje waarvan ik denk van, ja, dat vind ik echt... Te gek. Geen tofste plek, nee. Postbank is wel heel gaaf. Ja, dat is... In de simpele route die we hebben is op Hoek van Holland of Zandvoort. Ja. Iets ja. richting de kust. Als we dan niet weten, we gaan ergens heen, dan stand op nul en eindigen we gewoon daar eigenlijk. Een paar mooie shots maken. Je ziet ook wel altijd mooie foto's. Of is dat diezelfde maat die ook voor jou foto's maakt? Doe je zelf? Ik mijn eigen motorfoto's, inderdaad, die maak ik allemaal zelf. Maar waar ze uiteraard zelf op staan, die zijn gemaakt door een ander. Ja, wel dezelfde fotograaf heeft wel een aantal knietjes gemaakt. Ja. Ja. Maar ik rij we samen, dus dan is het is bonus. Hè? Ik vind het wel lachen, want je hebt dus qua fotografie is helemaal ook niet jouw professie of zo, niet je werk. En qua motorrijden, je doet qua werk ook niks met motorrijden. Nee, nee. Want jij zit in de? Bouw. In de bouw. Ja. Dus het is totaal andere kant van hobby. Meestal heb je wel iemand die dan, zoals Bart van Motor Social, deed al iets in garages en heeft nu ook zijn eigen garagewerkplaats. Dus bij jou is het totaal anders. Ik vind het wel lachen. Nou maak je veel filmpjes, veel motorvlogjes. Voor wie maak je ze? Of is het vooral voor jezelf? Vooral voor mezelf inderdaad. Mm-hmm. En uiteraard om gewoon ook... het zijn voornamelijk ook vaak de mensen die dan willen gaan motorrijden. Ik heb al vaak berichten gekregen van... joh, het is echt net het idee alsof ik er zelf achter zit. Omdat wij natuurlijk uit een soort van POV-view aan het filmen ben. Maar je hebt je camera wel aan je helm zitten. Dat is het enige waarvan ik wel eens denk, dan kijk je ineens om. Hè? En dan krijg je ook soort een epileptische aanval. Want dan gaat het beeld heen en weer. Ja. En dan denk ik van, dat is het enige. Ik heb er wel eens over nagedacht om hem op mijn chest te doen. Ja. Zelf ook testfilmpjes gemaakt. Maar ik vind, dan hou je de hele... De belevenis van motorrijden hou je dan weg. Omdat het beeld zelf, statisch. Wat je aan het kijken bent, recht is. Ja. Mm-hmm. En ik vind juist, omdat je hem dan op je helm hebt en je kijkt toevallig dan naar rechts, dan lijkt het net of degene die dan dat filmpje kijkt ook meekijkt naar rechts. Ja, maar dat gaat natuurlijk vrij snel. Tenminste, jij kijkt snel naar rechts. Ja, ja. En als je dat later op de video terugziet, dan denk je, wow man.
Maar toch op een helm. Als dan iemand bijvoorbeeld, die ziet als een vlogger die dan bijvoorbeeld, ja, moet je kijken daar op dat gebouw. En dan is het echt gewoon dat gebouw in beeld. Ja. En als je dat op je buik hebt, dan krijg je dat gewoon niet mee. Ja, dat is voor allebei wat te zeggen. Ja. Want ik had hem laatst op mijn kuip gemonteerd, maar dat is echt geen succes. Trilt alle kanten op. Dat trilt echt alle kanten op. Ja. Want wat gebruik je voor camera? Ben je GoPro fan of? Ik heb inderdaad een GoPro. De Hero 8 Black. Ja. Ah, dat is al een versie die echt een hoop kan. Hè? Dus ja. Stabilisator. Wel overwogen om de laatste type te nemen, de 9. Maar die is zo gestabiliseerd dat je eigenlijk weer de belevenis eruit trekt. Ja. Dan is het beeld zo stabiel dat je eigenlijk denkt van ja, je kijkt eigenlijk weer naar een stabiel beeld. Ja. Terwijl juist dat schokkerige of dat bewegende wel echt het motorrijden accentueert, zeg maar. Oh, dat lijkt me toch wel eens leuk om daar dan juist mee te experimenteren. Want als je die dan op je helm zet, wat gebeurt er dan als je snel je hoofd draait? Stabiliseert hij dan ook? Of krijg je dan een soort slow-mo beeld? Hij pakt inderdaad een soort slow-mo beeld, ja. Ja, volgens mij is dat wel heel gaaf. Maar het is natuurlijk weer een nieuwe feature die ook weer, weet ik veel, €1000 meer kost. Moet het ook maar eens een keer een special over maken. Gaan over filmen op de motor, want het gebeurt echt zoveel. Ja, nou heb jij een kanaal met veel, met gewoon bereik. Maar bijna iedereen noemt zich tegenwoordig motorvlogger. Ook al heb je 2 volgers. Ja, dat is wel tegenwoordig de trend wat je ziet, ja. Ik heb ook wel eens een filmpje gemaakt op de motor. Gewoon ook met een cameraatje inderdaad op de borst. Maar ik vind het juist altijd, als ik dan live ga zitten kletsen, dan kan ik minder genieten van het motorrijden. Dan ga ik toch rijden met het idee van, oh, dit moet er goed opstaan. En dan ben ik eigenlijk alleen maar bezig met het goed filmen. En eigenlijk niet meer met goed motorrijden. Dan vind ik er dan helemaal niks meer aan. Dan denk ik van, ja, hoe sta jij erin? Ben je dan ook, als je een filmpje gaat maken, dat je dan echt voortdurend gefocust bent, dit moet er zo op staan, ik moet deze bocht even zo nemen. Dat er, ja. Het enige waar ik eigenlijk rekening mee hou, is dat ik wel vaak achterop blijf rijden. Want ik heb al vaak de reacties gekregen van, waarvoor rij je altijd achter? Dan zeg ik, ja, maar als ik voorop ga rijden, zien jullie in het filmpje dus niemand rijden. Nee. Het idee van motorbelevenis weergeven is eigenlijk ook dat je andere motoren voor je ziet rijden. Ja. Beetje als een soort videogame. Ja, dat dus ik haal dan wel bepaalde motors, onze groepje motorrijders in. En 9 van de 10 keer bij een rotonde doe ik dan even een rondje van de zaak, zodat de rest dan weer naar voren gaat. Ja. Ik vind wel lachen, Motorcamel, die hadden we in aflevering 3. En die is juist heel goed in lekker ouwe hoeren in die helm. En dat zijn hele leuke video's. Is er één vlogger die jij die je favoriet is? Ik ben eigenlijk begonnen door Jurjen, Pompertlijf. Ja. Door zijn filmpjes te bekijken dacht ik wel bij mij, dat is best wel kicken om eigenlijk vast te leggen wat jij op dat moment aan het doen bent. Ja maar die maakt echt bizarre dingen mee. Ja, sowieso met zijn bloemkoolbeuker staat in mijn geheugen gegrift. Ja, sowieso ja. Vertel even, wat gebeurde daar dan? Want die rijdt veel in Amsterdam, want die woont in Amsterdam-Noord en heeft er ook zijn werkplaats. En die reed op een gegeven moment van zijn werkplaats naar huis of zo. En die ziet een man druk, een ruzie makend. Wit autootje. Ja, een wit autootje. Die stapt uit het autootje en die heeft ruzie met iemand die daar liep of zo. Of die overstak, er was iets. Ja, het was volgens de jongen zelf die er dan in dat witte autootje reed. Die waarschijnlijk de man met de bloemkool geen voorrang verleende of iets. Waardoor er eigenlijk een soort van schreeuwend gebaar werd gemaakt. En die jongen die zet zijn auto gewoon neer. Die jongen had gelijk ook uiteindelijk. Want die jongen die deed geen vlieg kwaad. En die man was gewoon wat. Die had verkeerde dag of zo. Ja. Verkeerde ben in bed gestapt. Dus die krijgen een soort van handgemeen. Ja. En die man was blijkbaar net bij de groenteboer geweest. Dus die heeft een bloemkool in zijn hand. Ja. En die begint die bloemkool op de jongen te gooien. Dus de Jurjen zegt dan ook. Ja, de bloemkoolbeuker. Ja. Oké. Okay. Ja. Ik zet de link wel even ergens echt, in de heel leuk stukje inderdaad, in de show notes. Het is echt een leuk videootje. Maar door hem ben ik dus begonnen. Oké. Toevallige beelden die gewoon even indruk maken. Zijn er dingen die je niet filmt? Voornamelijk een beetje asociaal rijgedrag voornamelijk. Of als er veel gescholden wordt, dan doe ik het sowieso niet. Nee. Hoge snelheden probeer ik natuurlijk ook zoveel mogelijk uit beeld te halen. Want? Ja. Ben je bang dat dat als bewijs tegen je gebruikt gaat worden? Tegen mij zelf niet, maar ze kunnen wel degene die voor je rijdt het kenteken ervan afnemen en dan hebben ze theoretisch gezien een soort van bewijs. Volgens mij mogen ze daar niks mee doen. Ik weet niet hoe die regels zijn, maar volgens mij mogen ze niks mee doen, maar ze kunnen wel het kenteken signaleren. Ja. En dat is het volgens mij meer. Ja, en dan zie je de andere keer tegenkomen dan. Volgens mij was het toch een van die rappers, die heeft dat ook een keer gedaan. Dat je op een gegeven moment filmt die in zijn auto die 300 rijdt of zo. Boef. En die is uiteindelijk wel op dat filmpje
Ja, hebben ze gezegd van, hey, vriend. Ja, maar dan was er in dat filmpje ook echt op de teller te zien dat hij 300 reed. Ja, dat was de reden waarom het vaak geblurred wordt. Maar dat ga je met de motor, tenminste als ik een filmpje maak met de motor, dan zie je me tellen. En dan, ja, als ik flink het gas erop hou, dan... Ja, wij zijn laatst dan door de nieuwe tunnel in Den Haag wezen rijden. En dan ging het ook wel aardig snel aan toe. Had je niet geblurred? Ja, dat, je ziet continu mijn tellers hier net niet. Oh, volgens mij rij je 122. Dan heb je denk ik een heel klein stukje gezien. Oh, nou ja, sorry. 200 nog wat. Verlinkt. En toen zeiden wij nog van, stel dat er nou politie in de tunnel zou zijn. En we komen de tunnel uit en er staat gewoon een motoragent bij de verkeerslichten. Waardoor iedereen natuurlijk in de lach schoot. En zei van, besef dat we als we een minuut eerder weg waren gegaan, ja, hadden we de zware sjaak geweest natuurlijk. Dat die motorrijder ons gewoon, of dat wij hem tegemoet hadden gereden in de tunnel met 200. Dan kan je wel gaan afremmen, maar dan weet de motoragent ook wel hoe laat het gek is. Ja. Heb je wel eens een keer aangehouden? Of? Ik ben al wel een paar keer staande gehouden. Ja. Ook meer voor controle. Ik heb wel vaak het idee dat ze je uitlokken. Als ze achter je aan blijven rijden. Ja, dat vraag ik me af. Ik denk dat het ook komt door dat groepje waar je dan in rijdt. Ja. Als er een motoragent achter mij rijdt, ze zwaaien vaak ook nog netjes terug. Maar die wordt dan niet, behalve de afgelopen week, niet aangehouden. Nou, we hadden het laatst op de Maasvlakte. Ja. En wij reden een politiebusje tegemoet. Ja. En die draaide halverwege ons groep om. Waardoor wij midden op de weg stonden, stil stonden, want de bus stond er. En die ging toen echt naar de 20 km per uur rijden. Wij reden allemaal achter van wat moeten we doen. Maar uiteindelijk gingen ze inhalen. En toen bleven ze maar achter ons aanrijden. En echt de hele, ik denk 10 minuten, kwartier achter ons aangereden. Tot wij het pompstation kwamen. Ja. Waar we oprecht moesten tanken. En daar zei ze gewoon van, gaat het allemaal goed? En, terwijl jullie gewoon normaal reden? We reden gewoon normaal en er was helemaal niks aan de hand. En toch even een praatje. Maar het was ook verder een vriendelijk gesprek. Maar toch, ze zitten toch een kwartier achter je aan. Waarom? Ze hebben alle kentekens aan ze opgeschreven, nagecheckt. Denk, maar is dat misschien nodig in de auto al gecontroleerd of zo? Dat ze natuurlijk ook kunnen. Ja, ik weet het soms niet hoor. Ik had pas ook een keer was ik met een vriend aan het rijden. En eigenlijk gewoon heel netjes. Niks bijzonders in de buurt van Zeist. En ook ineens een dikke motoragent achter ons aan. En die bleef ik maar achter ons aanplakken. Ik denk, maar keurig blijven rijden. Tegen het schijnheilige aan. Ja. En die bleef, ik denk van, hoe moet hij helemaal van Zeist naar Woudenberg? Dat is best een behoorlijk stukje. Bleef maar achter ons aanrijden. Ik denk van, die is gewoon aan het kijken of wij misschien een foutje maken of zo. Op een gegeven moment. Daar hopen ze op inderdaad. Dat een vriend van mij, die is motoragent. Ja. En die vertelde dat ze eigenlijk wel achter je aanblijven om gewoon te kijken hoe jij op hun reageert. Ja. Maar ze hopen eigenlijk dat je of net even een foutje maakt doordat je zenuwachtig raakt. Of dat je hem toch net eventjes iets hard opentrekt. Dat ze je even aan de kant kunnen zetten. Ja. Het is wel vervelend, maar het hoort er eenmaal bij. Vind ik niet. Weet je, dat doe je met automobilisten ook niet. Je doet of iets wat niet klopt en dan moet je aan de kant. Maar je gaat niet achter iemand blijven plakken. En ik heb het een paar keer meegemaakt in Den Haag zelf. Als ik dan alleen aan het rijden was. Dat er een motoragent achter me meereed. En dat ik echt dacht van, wat wil je nou? Ja. Zet me dan of stil. Ja. Of rijden. Of ga gewoon weg. Ja. Want ik had wel het idee van, moet ik nou langzamer gaan rijden? Moet ik nou wat sneller gaan rijden? Doe ik dadelijk iets verkeerds wat hij denkt van, kassa, jij bent er nou bij? Komt dat misschien door de uitstraling van de motor, denk je? Weet ik niet. Ik weet ook niet waar ze dan op zoek zijn. Ik heb wel begrepen dan van een vriend van me. Dat ze in de tussentijd dat ze achter je aanrijden. Jou aan het controleren zijn qua gegevens. Of je niks open hebt staan. En, waardoor ze eigenlijk een ding hebben om je aan de kant te kunnen zetten. Ja. Dat is toch een beetje denk ik de naam van de motorrijder. En, ze zijn nu veel aan het controleren bij Lekdijk op DB Killers. En dan krijg je een artikel dat er 10 te veel lawaai hebben gemaakt. Maar er wordt nooit verteld hoeveel motoren dan misschien hebben gereden. Dus het wordt dat een beetje van het negatieve. Ik las van de week een artikel dat ze in Deventer, daar hebben ze natuurlijk ook veel overlast, zeg men. En daar waren ze afgelopen weekend duimpjes aan het uitdelen. Stonden kinderen met een grote duim omhoog of naar beneden. En bijna iedereen kreeg een duim omhoog, omdat alle motorrijders gewoon voorbeeldig reden. Ja. Dus zo kan het ook. Ja, een buurt die zich eerst helemaal druk maakt van overlast. En uiteindelijk valt het wel mee. Maar die dingen zie je niet vaak voorbij komen. Nee. En dat is misschien een beetje het beeld wat ook geschetst wordt. En, dan denk ik ook nog, als je hem op de Maasvlakte even opentrekt, daar woont echt helemaal niemand. Nee. En daarvoor ga je daarheen. Je hoeft niet midden in Den Haag opengooien. Want we hebben hem daar natuurlijk wel opengetrokken, natuurlijk. Maar wel op een lange rechte weg. Ja. Iemand aan het einde, iemand aan het begin. Ja. Komt er een auto aan? Oh, er komt de auto aan wachten. En,
Ja, als je het ergens wilt doen, dan doe je het wel op de meest veilige manier. Zeg maar. Lars Verbakel die schrijft ook nog in een mailtje. Dag mannen, met veel enthousiasme luister ik naar jullie podcast. Is het misschien een leuk idee om politievlogger Jan Willem een keer uit te nodigen? Lijkt me leuk om hem een keer te horen. Groetjes Lars. Nou Lars, ik heb nieuws voor je. We hebben al 2 keer gemaild naar de politie, maar die reageren niet. Dus ik weet niet of die maat van jou een keer wil aanschuiven als motoragent. Ik kan een vraag aan hem, ja. Het is best leuk om een keer een motoragent te spreken. Ook niet gewoon over moeilijke dingen, maar gewoon hoe is nou een motoragent te zijn? Ik kan het voor je vragen. Ja, nou, we gaan het lijntje even leggen. Ja. Dat is de vraag die wij ook altijd aan onze gasten vragen. Wie moeten we de volgende keer vragen? Nou, is misschien jouw motoragent vriend. Als het nog een vriend is, na deze aflevering. Ja, bij deze Nelis, ik zou jou nomineren. Ja. Over hardrijden gesproken, dat vragen we ook aan iedere gast. Wat is de plaat waar jij harder van gaat? Ik zet even de meest voor de hand liggende op een rijtje. Get your motor running. I'm on the highway to hell. Well, I am a motorcycle man. I'm on the road again. Born to be wild. De plaat waar ik harder van ga is een nummer van Travis Barker. Dat heet Let's Go. Het is best wel een goede uptempo rap nummer. Ja, daar ga je gewoon automatisch gewoon het gas van open trekken. Je wordt helemaal gehyped, eigenlijk. Luister jij muziek op de motor? Heb jij? Ja, okay. Ik heb hem altijd op de achtergrond aanstaan. En dan zodra er iemand praat, dan mute hem eventjes en dan. Gaat het gesprek verder en zodra het gesprek stopt, dan gaat het volume weer harder. Maar als je deze hoort, dan draai je helemaal... Dan kom ik wel in 4, 5 en 6. Ja. Oh, dan wel. Maar de motor ook zijn eigen prettig in voelt. Ik zou heel agressief worden van deze plaat. Dat is eigenlijk de genre waar ik eigenlijk het meeste gewoon luister. Ik luister ook naar Nederlandse nummers, hoe gek dat ook klinkt. Maar ja, dit is wel eigenlijk een beetje hetgene waar ik echt het meeste naar luister. De echte plaat waar je harder van gaat. De Motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen? 100.000 euro. Maar het moet wel helemaal op aan de motorliefde. Nou, dat is heel makkelijk. Ik zou sowieso een eigen garage willen hebben. Een grote garage waar meerdere motoren in kunnen. Waar we ook een soort van mancave in kunnen bouwen. Ja, dat gaat wel hard, hè? 100.000. Dan heb je dan maar 100.000. Zit je al, denk ik, op de 50.000, 60.000 euro. Ja. Je moet die buurman uitkopen, joh. De buurman uitkopen inderdaad. Er komt er sowieso wel een hele mooie Ducati bij. Ja. En dan zal het waarschijnlijk wel gaan de Street Fighter V4S gaan worden. Die wel weer custom wordt. Oké. Okay. Standaard is standaard. Want nu ben je op dit moment nog eventjes motorloos. Ja, hè? No motor, no life. Dus eigenlijk officieel no life, hè, op dit moment. Het is echt eenzaam. Ja. Hoeveel dagen gaat het duren? Heb je een wetje gelegd of niet? Binnen hoeveel dagen is er een nieuwe motor? Nou, ik zit dus nu nog heel erg te twijfelen of het eventueel iets anders gaat worden dan dat de Ducati altijd is geweest voor mij. Dus in die trant ben ik eigenlijk nog een beetje zoekende naar de ideale vervanger. Ik wil nog een bepaalde type motor die ik op het oog heb eerst gaan testen. Ook even gaan rijden, zodat ik ook de belevenissen ervan voel. En dan ga ik mijn definitieve keuze maken. Maar je zei laatst... 2 maanden, toen zei ik, nou dat gaat het nu worden. Nee, ja, ik zei 2 maanden. Lange dat is veel te lang. Zeker nu het seizoen begonnen is. Ja. Ja, weet je wat het punt ook is? Alles wat nu te koop staat, is of afgetrapt of te duur aangeboden. Ja. Want iedereen weet, ja, in de zomer, net zoals als je een cabrio verkoopt, dat doe je ook niet in de winter. Nee. Die verkoop je gewoon net in het voorjaar, zomer. Dan pak je gewoon het meeste mee. En dat is met een motor precies hetzelfde. Zou dat echt zo zijn als je nu een motor, als die tweedehands aangeboden wordt, dat die kans Ik denk dat als ik mijn... huidige Hyper die ik net verkocht heb, in de winter had verkocht, dat ik misschien 12,5 had gekregen. Ja. En ik heb er nu gewoon een ruime 1000 euro meer. Maar aan de andere kant, die gast die de motor van jou heeft gekocht, die heeft ook nu gewoon een lucky shot, weet je. Het is gewoon van vertrouwt iemand een goede bike kunnen kopen. Jij moet toch ook ergens geluk hebben de komende dagen. Ik hoop het voor je, want anders dan... Dat is alleen op pad. Ja. Nee, er staat wel iets leuks te komen
Maar daar kan ik nog niks over zeggen. Dan zijn we juist extra benieuwd. Hè? Ja. Als er niks gezegd mag worden, dan willen we het juist horen. Hè? Ik hoop dat er dan ergens gewoon een leuke samenwerking uit kan komen met MV Agusta. Dus daar zijn we nou een beetje mee aan het werk. Dus wie weet zien we binnenkort andere filmpjes op je YouTube-kanaal. Ja, laat ons weten wat het geworden is. Ja, jij denkt nooit na over een Japanner of zo. Dat gaat er, komt er bij jou niet in. Of een Harley. Harley sowieso wel. Harley vind ik gewoon gaaf. Ja. Het geluid zelf alleen al is gewoon een aparte belevenis. Ik spreek uit ervaring. Ja. Bijvoorbeeld Street Glide. Dat ziet er gewoon echt al super uit. Dat je gewoon je volledige Apple CarPlay scherm heb je erin zitten. Ja. Speakers erin. Ja, dat is gewoon natuurlijk wel iets heel gaafs. Harley is wel... ik denk dat Harley wel een motor is die over een jaar of 10... in mijn garage kan gaan staan. Ja, als er nog geld over is van die 100.000 euro, dan... En een Ducati, en een Harley, en nou ja, Man Cave. Zeg je er gewoon een kratje bier bij. Beertend erin en dan klaar. Ja. Als jij nou thuis zit en denkt, ik wil eens een keer meepraten, maak gewoon eens een keer een audioberichtje. Want we zijn tenslotte een podcast. Dus je kunt ons mailen, je kunt ons DM'en. Maar als je gewoon via je telefoon een audioberichtje maakt en dat stuurt naar info@demotorpodcast.nl... dan zit jouw vraag misschien volgende week, volgende keer gewoon in de volgende aflevering van de Moot Podcast. Wie zou het zeggen? Als je een goed verhaal hebt, ben je wel een bijzondere motor. Of je bent ergens geweest waar wij nog niet geweest zijn. En dat zijn heel veel plekken op de wereld. Dus zeker. Wie weet, schuif een keer aan. Hè? De stroopwafels die hebben we tegen die tijd nog wel. En een kopje koffie of een biertje kan er ook nog wel vanaf. De heerlijke appeltaart is dan op. Want was jarig gisteren nog. Gefeliciteerd. Klopt, dankjewel. En bedankt voor de lekkere appeltaart. Ja. Wij moeten nog even onze vraag doen. Hè? Ja. Onze motorshare vraag. Ik heb er even over na zitten denken. Hoeveel cc had de laatste motor van Jim? Vind ik een goeie. Hebben we een paar keer gezegd. Ja. Als je dat nou weet. En dat laat je ons even weten via... via Instagram, Facebook. Als je ons even tagt, dan komt het goed. Ja. Dan maak jij kans op een tegoedbon ter waarde van 150 euro van Motoshare. Om gewoon eens een keer jouw droommotor te proberen. Via motoshare.nl. Hartstikke goed. Jim en Jasper, bedankt voor jullie komst naar de Motorpodcast Studio hier in Hilversum. Jullie bedankt. Ja. Als jij thuis zit en je volgt ons nog niet, doe dat dan eventjes via Instagram of via Facebook. En als je dit als eerste luistert, deze aflevering, abonneer dan eventjes bijvoorbeeld via Spotify of via Apple Podcast. Want als je je abonneert, krijg je automatisch elke twee weken een nieuwe aflevering van de Motorpodcast. In de tussentijd vind je ons gewoon op www.demotorpodcast.nl. Tot over twee weken. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast-app. Demotorpodcast.nl. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door Motoshare. Wil je eens een andere motor proberen? Huur hem dan makkelijk en voordelig via motoshare.nl. Het nummer 1 motorverhuurbedrijf van Europa.